Zo, zoals jullie zien sta ik bij de A-rijd. De sneeuwlampen en de sneeuwknollen staan overal lekker te blazen. Heel vervelend weer vandaag. Het moet maar, jongens, even skiën. Ik had de vorige keer al laten zien dat ik skischoenverwarmers heb. Maar de reden daarvoor had ik nog niet verteld. Ik heb van die hele mooie Salomon skischoenen op maat. Gekocht in Leerdam bij Jeroen. Van skiensnowboard.nl. Dat is nog zo'n bootfitter. Die maakt schoenen voor je op maat. Zonder dat daarbij een 3D-scan nodig is. Die schoenen zitten dus heerlijk. Geen pijn aan de voeten, geen kramp. Het nadeel is, die schoenen die zitten natuurlijk zo goed dat als ze heel koud zijn, krijg je ze nooit meer aan. En aangezien ik net vanuit Hollersbach naar Zelmzee gereden ben, en dat is een half uur rijden, zijn ze zo koud, dan ga ik ze nooit meer aankrijgen. Dus behalve dat het wel lekker is, zo'n skischoenverwarmer, is het eigenlijk wel noodzakelijk als je dat soort schoenen hebt. Nog even zo die piste. De A-rijd onder is niet open. Er zijn natuurlijk wel mensen naar beneden gekomen, dat zie je ook wel. Nou, we gaan zomaar naar boven, dan kom ik met nog een filmpje. Zien jullie al die mensen overal skiën? Nee, ik ook niet. Lekker, hè? Dat is dan weer het voordeel, jongens. Van skiën in december. Het is niet zo sneeuwzeker. Al hebben we nou dan voor vandaag en... Ja, de komende weekend zit het wel goed met de sneeuw. Maar dit is toch veel beter uit een auto doen hier. Dus even kijken, dadelijk kunnen we een stukje over de rand kijken hier. Tenminste richting de volgende piste. Misschien skiet daar wel een hele grote mensenmenigte. Ja, je weet het niet. Was dit een stukje te veel leeg gemaakt? Of? Nee toch? Anders hoor ik dat wel even. Ik ben zo hier op de... Nou, er is ook geen hele grote drukte hier.